Hoe maak je het leven voor iedereen aangenamer? Om te kunnen leven in een solidaire samenleving draagt iedereen zijn steentje bij. Bedrijven, personen en organisaties. Dit door middel van belastingen. Hoe dragen belastingen bij aan onze samenleving? Beeld je even in dat je geen belastingen zou betalen. Fantastisch, denk je. Zeker in vergelijking met de gemiddelde bijdrage van 40% die je normaal gezien betaalt. Nu denk je zeker, wat zou ik allemaal met dat geld kunnen doen? Je besluit om dat te gaan vieren met je vrienden. Je neemt de auto en er start een meter. Een meter die de gereden kilometers telt en de te betalen prijs. Ja, geen belastingen betalen lijkt beter, maar onze wegen en infrastructuur bouwen zichzelf niet. Het is tijd om je kind op te halen van school. Daar wacht je een nieuwe verrassing. Een factuur van duizenden euro's. Ja, geen belastingen betalen lijkt beter. Maar onderwijs en scholen, dat kost geld. Voordat je naar huis gaat, ga je naar je doktersafspraak. Je bent niet echt blij wanneer de dokter je weigert te ontvangen. Hij legt uit dat je niet gedekt bent door een privéverzekering die enkele duizenden euro's kost. Ja, bijna geen belastingen betalen lijkt beter. Maar ziekenhuizen, die kosten geld. Belastingen geven toegang tot de basisbehoeften van de samenleving, zoals pensioenen, gezondheidszorg en onderwijs. Ze worden ook gebruikt om vervangingsinkomens te dekken, zoals werkloosheidsuitkering, om de kosten van het openbaar vervoer te drukken. Of dienen voor de politie, douane en het leger, zodat zij onze veiligheid kunnen garanderen. Door belastingen te betalen draagt iedereen zijn steentje bij aan al die voordelen. En zo kan ook iedereen er gebruik van maken. Belastingen maken het leven makkelijker en aangenamer. Voor iedereen.